Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij in Focus Delegatie Klimaatconferentie Bezoek District Koroni. Goten Paramaribo Noord worden opgehaald. Geen tekort aan griepvaccin. Mensen met een beperking ondersteund door VSB. En binnenkort zonnepanelen voor het binnenland. Beweringen alsof er sprake zijn van een tekort aan vaccins bestemd voor patiënten die slachtoffer zijn geworden van het heersende griepvirus, blijken niet op waarheid te berusten. Onderdirecteur Robert Mohammed van het ministerie van Volksgezondheid hierover. Vanaf 2009 worden er influenza-vaccins ingekocht via de PAHO door het ministerie van Volksgezondheid. In de afgelopen 2 jaar zijn er 3000 influenza-vaccins gekocht per jaar. Voor een griepprikje kan men het hele jaar door terecht bij het medisch centrum van het BOG. Van het griepvaccin krijgt men geen griep. Wel kun je een reactie krijgen omdat een vreemd bestanddeel je lichaam inkomt. In dat geval wordt juist het immuunsysteem opgebouwd. Gebruikelijk is dat ziekenhuizen zelf het vaccin nemen en hun personeel vaccineren. Maar dat men zich laat vaccineren is de laatste jaren een beetje afgenomen. Dit vanwege een volksmondprobleem dat er slechte ervaringen zijn met het vaccin. Zoals bijwerkingen, spierpijn, dat men toch ziek wordt als men het vaccin heeft gebruikt. De bestelling van het vaccin wordt gedaan op basis van behoeften. En de animo onder de bevolking om zich te laten vaccineren voor influenza is doorgaans niet hoog. Dit vanwege wat ik al eerder zei, dat men denkt dat het niet helemaal veilig is en bijwerkingen heeft. Het vaccin wordt ingekocht wanneer het ministerie van start zal gaan met vaccineren. Dit is de periode oktober-november. Volgens de WHO is de beste periode om te vaccineren 6 weken voordat het griepseizoen aanbreekt. De WHO raadt ook af om tijdens een griepseizoen te vaccineren. Waarom? Omdat het prikje pas na 2 weken effectief is. Pas na 2 weken heeft je lichaam antistoffen tegen het virus. Ook is het virus knap en het virus verandert ieder jaar. En daardoor moet je je ook daarom elk jaar laten vaccineren voor influenza. Doordat er nog een voorraad was aan vaccins, is er vanuit het Nationaal Immunisatieprogramma een pilot gedaan en nam het BOG een actieve houding aan. In mei 2018 is een campagne uitgevoerd bij Huize Asiana, waarbij er 400 bewoners en personeelsleden zijn gevaccineerd. In de laatste bezending vaccin is juli 2018 ingekocht en het was ongeveer 3000 eenheden. Daarvan waren er januari 2019 nog 2000 vaccins over. En daarom zijn we op 25 januari gestart met de actieve campagne om risicogroepen zoals bewoners van bejaardentehuizen, maar ook mensen van de PAHO, mensen van UN House. En als ik het heb over bejaardentehuizen, heb ik het over Beatrix, Margriet, Esther Stichting, Mayella en Asiana. Ook bij de RGD en MZ hebben we geprobeerd zoveel als mogelijk patiënten met een chronische aandoening zich zo ver te krijgen dat ze zich gaan laten vaccineren. Geleidelijk aan hebben we de mensen van RGD en MZ gevraagd aandacht te besteden aan de risicogroepen. Dat zijn gezondheidswerkers, bejaarden, kinderen onder 5 jaar. Voorts hebben we ons gefocust op dialysepatiënten. De inventarisatie van deze groep heeft reeds plaatsgevonden
En het ministerie MBOG zijn bezig met inventarisatie van zowel tehuizen als peuterscholen. Normaliter blijven er een aantal, toch wel veel vaccins over. En ja, ze moeten dan worden vernietigd, want elk jaar komt er een nieuw vaccin uit. Het vaccin kost meestal tussen de 2 of 3 US dollar. Momenteel zien we wel dat er een plotselinge vraag is naar het vaccin. Maar het is, om eerlijk te zijn, om de verkeerde redenen, maar ook op een verkeerd tijdstip. De risicopatiënten moeten bij een ernstige infectie behandeld worden met een antivirusmiddel. Het heet Tamiflu, oftewel oseltamivir. In dat soort gevallen is die patiënt dan opgenomen. Die patiënt is zodanig ziek dat die patiënt wordt opgenomen en dan krijgt hij in een ziekenhuissetting die Tamiflu. Het is wel zo dat die Tamiflu het virus niet kan doden. Het kan wel de groei of de vermenigvuldiging van het virus remmen. Dat is de werkwijze. We hebben voldoende van dat een antivirusmiddel Tamiflu in ons land. Het is verdeeld over alle ziekenhuizen. En de nieuwe partij gaat ook terecht zijn in diverse apotheken. Maar vooralsnog wordt behandeling met Tamiflu ook door de WHO aanbevolen in een ziekenhuissetting. Voor de rest, de nieuwe bezending vaccins voor het komend jaar zijn er in april 2019. En deze partij heeft het ministerie opgeschroefd naar 6000 eenheden. We hopen dat met al onze voorlichting en de campagnes die het BOG en NIP uitvoert, met name de risicogroepen zich voor het komend griepseizoen zullen laten vaccineren. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is sinds kort gestart met het opschonen en ophalen van de lozingen te Paramaribo Noord. De heer Menig van de afdeling Ontwateringswerken vertelt aan ons welke obstakels ze hebben ondervonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en hoe de werkzaamheden tot nu toe verlopen. De werkzaamheden verlopen vlot. Als u zelf ziet, we zijn vorige week donderdag van start gegaan en de productie in de afgelopen periode of de afgelopen dagen tot heden is tot hier. Van mijn kant uit is het een vlotte gang van zaken binnen de werkzaamheden. Wat is het doel van dit project? Het doel van dit project is om de sluiskreek beter te laten functioneren door de begroeiing te verwijderen. Gaat dit ervoor zorgen dat er genoeg water naar richting Pompgemaal Sluiskreek wordt afgevoerd, zodat die ook het waterpeil lager kan houden. Zijn er nog meerdere projecten in zicht? We hebben in de planning nog Picassostraat, de lozing langs de Picassostraat, de lozing langs de Basaltstraat. Daarnaast hebben we nog enkele andere straten binnen het noorden. En we hebben ook in het zuiden in onze planning opgenomen dat we binnen Pontbuiten, Hieraweg en omgeving ook werkzaamheden zullen verrichten. Ik heb gemerkt dat tijdens het ophalen van de lozingen dat het vuil aan de kant wordt gezet. Wat wordt er daarmee gedaan? Dat vuil is eigenlijk de begroeiing of puin of baggermateriaal. Wordt eerst op de berm geplaatst. Je gaat het niet gelijk kunnen afvoeren omdat hij nog vochtig is. Het heeft nog water. Dus dat kan niet gelijk worden afgevoerd. Dus zo zetten we het eerst op de berm. En 2-3 dagen daarna, wanneer hij droog is, dan wordt hij dan afgevoerd. Er zijn ook pepflessen in de sluiskreek. Zorgen die ook voor enige verstoppingen? Kijk, de mate van verstopping is eigenlijk te relateren naar hoeveel petflessen eigenlijk voorkomen in de lozing. En bij eigenlijk zijn het de spruien, toch? De tussenlozingen die aansluiten op de sluiskreek. Ik kan aangeven dat de petflessen niet in een zodanige maat zorgen voor verstopping. Het gaat meer dat dit zwerfvuil is in de lozing.
En zoals u ziet, het is niet behoorlijk veel. Ik heb lozingen gezien waarbij de petflessen heel veel zijn. En het zorgt allemaal voor stremming wanneer de pompgemaal dan aangemaakt moet worden om het water af te voeren. Maar bij deze zie ik dat er minder petflessen aanwezig zijn in de lozing. Maar heeft u toch een boodschap voor de buurtbewoners die de petflessen in de lozingen dumpen? Oké, misschien kan het zo zijn dat de buurtbewoners petflessen dumpen in de lozing. Het kan ook zo zijn dat het geen buurtbewoners zijn die dat doen. Maar voor degenen die het wel doen, wil ik aangeven of wil ik vragen om hun vuil toch bij zich te houden en een geschikte locatie zoeken om dat vuil op te ruimen of te dumpen. Okay. Hebben jullie enige obstakels ondervonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden? Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we meegenomen in de planning dat langs de bermen beplanting is. Er zijn enkele bomen lang op de bermen. Daarnaast hebben we geconstateerd dat er bouwsels ook aanwezig zijn op de berm. En die zorgen voor een minder vlotte verloop van de werkzaamheden. Hoe is de samenwerking met de buurtbewoners? Aan de ene kant ben ik wel blij met de buurtbewoners, aan de andere kant weer niet. Omdat er een tal van zaken zijn die zijn komen bijkijken. In het begin hadden de jongens geklaagd over het verkeer dat te druk was. Men wil niet rekening houden dat wij bezig zijn werkzaamheden uit te voeren. En natuurlijk moet je als weggebruiker uw medewerking verlenen om uw vaart te verminderen. Zodat de situatie veilig kan worden uitgevoerd. Ik heb vandaag nog gesproken met een buurtbewoner en die is verheugd over deze werkzaamheden. Die is blij over het uitvoeren van de werkzaamheden. Het creëert een andere sfeer. Dus voor die mensen, hartelijk dank daarvoor. Wat ik hier zie, goede zaak. Want het is de hele tijd niet gedaan. En ik zie dat er alleen maar machine van OE te werk is gegaan. Dus dat eigenlijk een goede zeg is. In de Nationale Assemblée heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, informatie gegeven over de plannen van de regering om de energievoorziening in het binnenland te verbeteren. Wij voeren u terug naar dat moment. Er zijn inderdaad klachten die we kregen vanuit het hele binnenland. Er zijn wat challenges waarmee we te maken hebben als ministerie van NH. Het zij met de levering van brandstof en de levering van onderdelen van de verschillende machines. Dat zijn de zaken, de challenges die we aan het oplossen zijn. We zitten in een financiële constraint en het lukt ons niet altijd om dat klein onderdeeltje erbij te halen en op tijd te voorzien aan de dorpen. En daar dokken wij niet voor, daar geven wij duidelijk aan dat er challenges zijn op dat vlak. Maar mevrouw de voorzitter, ik heb vandaag nog een meeting gehad bij mij op kantoor. De dienst elektrificatie onder leiding van de OD Harris, die heeft een totaal overzicht gemaakt. Ook ingegeven door het project dat we met India doen, daar kom ik straks op terug. Een totaal overzicht van alle machines, wat de technische stand is nu op dit moment. Er is een bepaald bedrag uit voortgevloeid, wat er nu nodig is. Er is ook een gesprek gehad, geweest met de leveranciers. Die hebben aangegeven dat bij een deelbetaling zij de technische zaken ter beschikking zullen geven, de onderdelen ter beschikking zullen stellen, zodat er versneld gewerkt kan worden aan Loka, Ovia, Olo, etcetera. Alle dorpen in het binnenland hebben onze aandacht voor wat betreft elektriciteit, mevrouw de voorzitter. Voor wat betreft de spoedgevallen, er zijn ook aanvragen die binnenkomen, maar als de pot weinig is, dan kunnen we ook weinig doen voor de gemeenschap. We zijn bezig met kunst- en vliegwerk, de probleemgevallen, ook het geval Loka,
is mij onder de aandacht gebracht, ook met name door de beheerder van het station. Is ook doorgegeven aan dienst elektrificatie. We zorgen ervoor dat wij de gebieden die er zijn, er is ook aangegeven, of via Ollo is ook doorgegeven, dat wij dat zo snel als mogelijk hebben, de bijzondere gevallen zo snel als mogelijk proberen te doen en de rest ook meenemend in het geheel. Mevrouw de voorzitter, dat het gebeuren eigenlijk met elektrificatie binnenland. Wij van de regering hebben een hele andere aanpak. We hebben een deel waarbij we uit eigen middelen gaan voorzien, of dus financieren, en een deel uit de creditlijn met India. Wat we hebben gedaan, mevrouw de voorzitter, we hebben een systeem ontwikkeld aan de hand van de realiteit van ons elektriciteitssysteem. We hebben 133 dorpen hebben we geïdentificeerd. En die dorpen hebben we opgemeten. We hebben gekeken naar de stand, de solar exposure, zoals dat heet. En we hebben aangezien dat vanwege het rendement van 20% gemiddeld dat we krijgen, soms is het minder, soms is het iets meer, dat wij niet alleen kunnen rekenen op een solar systeem. Dat we een hybride systeem moeten opzetten. Een hybride bestaande uit solar en het bestaand geïnstalleerd thermisch vermogen, dus een generator die daar is. Op basis daarvan hebben we een hybride systeem ontwikkeld dat gevoed zal worden door een batterijbank. En de batterijbank zal op zich gevoed worden door de generator of door de solar systeem, indien het zonlicht aanwezig of het daglicht aanwezig is. Dat zijn we nu aan het uitwerken samen met de consultants van India. En de dataverzameling gaat goed. Ondanks wat technische zaken die we hebben, wat financiële constraints die we hebben, gaat de dataverzameling goed. En als alles goed is, mevrouw de voorzitter, willen wij januari 2020 zover zijn met de installatie van de systemen. De klimaatconferentie, die van 12 tot 15 februari werd gehouden in de ballroom van Hotel Torarica, is middels een field trip, onder andere naar het district Koroni, officieel afgesloten. Tijdens deze trip heeft de delegatie een bezoek gebracht aan verschillende ondernemingen in ons Kokosdistrict. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u me een korte statement geven over deze dag? Nou, wat ik kan zeggen is dat wij als district Koroni zeer verheugd zijn met het bezoek van de delegate van de milieuconferentie. En dat de mensen ook daadwerkelijk zien wat wij allemaal hebben als natuur, als flora, als fauna, die wij wel degelijk beschermen. En ik denk dat dit niet los staat van het inhoudelijke wat men allemaal heeft besproken op die conferentie. Dus die mensen hebben zelf ervaren, ook gezien. En dat er een duidelijke link is tussen wat wij beschermen hier, wat wij moeten beschermen, ook mangrovenbos. De link naar de verschillende economische activiteiten, dat denk ik aan de bijenteelt en de kokosproductie. We hebben ze eerstens gebracht naar het infocentrum, waar daar alles over alles wordt tentoongesteld en verteld over de
kokoscultuur en de bijenteelt in Coroni. We hebben ze daarna gebracht naar het bedrijf Coproco NV van het echtpaar Monco, waar zij virgin coconut oil produceren. En daarna hebben we ze dan naar de mangrovenschool gebracht, waar ze uitleg kregen van de mangroven, het nut van mangroven en al die effecten die resulteren in het behoud van mangrovenbos. En we hebben ze ook natuurlijk, kan ook niet anders, uiteindelijk gebracht naar de seawall. En ze ook laten zien waarom de noodzaak er was om die zeedijk aan te leggen. En we zijn vandaag hier samen met ze om te lunchen, om hen een staaltje culinair van Coroni te laten proeven. En je ziet ook hier op de achtergrond, hier hebben we ook een standje hier waar die mevrouw een aantal producten hier laat ook zien. Die hier gemaakt worden en ook vooral uit kokos vervaardigd worden. Personen met een beperking hebben ook behoefte aan een economisch leven, een zelfstandig economisch leven. Een van de zaken die nodig is om dit doel te bereiken is werkgelegenheid. Op 27 februari 2018 is de Alliantie voor Decent Work geproclameerd in het Marriott Hotel. Meneer Stephen McEndrew is de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Hij is de trekker van dit geheel. Wij van GOF TV zijn bij hem op bezoek om te praten over deze alliantie en om een terugblik te maken op het eerste jaar en te kijken naar welke resultaten al bereikt zijn. De noodzaak voor het opstarten van de alliantie was gelegen in het feit dat personen met een beperking in principe niet in aanmerking kwamen voor decent work in Suriname. Dus samen met andere relevante actoren hebben we dan gemeend om een alliantie te proclameren, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken en de mogelijkheden creëren voor personen met een beperking om werk te vinden, werkgelegenheid te vinden of om als zelfstandige aan de slag te gaan. Dat was in principe de voornaamste reden om te starten met de alliantie. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven die heeft een belangrijke rol in het geheel. U bent daar de directeur van. Maar waarom moesten jullie erbij zijn? Jullie zijn geen sociale instelling. Nee, de VSB is geen sociale instelling. Maar het doel van de VSB is promotie van economisch en sociaal welzijn van de samenleving. Dus ondanks het feit dat we organisaties zijn van de private sector, is onze focus niet alleen gericht op het bedrijfsleven, maar we focussen ook op andere relevante aspecten. En mensen met een beperking vonden het toch wel noodzakelijk om activiteiten te gaan ontplooien om de situatie van de doelgroep te verbeteren. Dus in dat kader heeft de VSB dan gemeend om samen met de UNDP en andere organisaties de alliantie op te richten. Hoe ziet de alliantie verder eruit en hoe sterk is de overheid vertegenwoordigd daarin? Wel, de alliantie bestaat uit ministeries, NGO's. En je hebt ook nog een internationale organisatie en dan het bedrijfsleven in de vorm van de VSB. De overheid is vertegenwoordigd middels het ministerie van Arbeid, het ministerie van Handel en Industrie en het ministerie van Sociale Zaken. De NGO's die participeren in de alliantie
zijn de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, de Kennedy School, Stichting UNO Peking en Stichting Wang Okasi. De internationale organisatie die participeert in de alliantie is op dit moment de United Nations Development Program, UNDP. En daarnaast kan ik ook zeggen dat het ministerie van Arbeid ook middels een tweetal werkarmen participeert in de alliantie. Namelijk de Stichting Productieve Werkzaamheden, SPWE, en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO. Deze twee werkarmen van het ministerie van Arbeid participeren heel intensief in de alliantie. Het is een jaar geleden om en bij dat de alliantie is geproclameerd. Als we een terugblik maken, wat heeft de alliantie tot nu toe bereikt? Wat zijn de activiteiten die zijn uitgevoerd en wat zijn de resultaten? Wel, als we terugblikken op het eerste jaar van de alliantie, daar mogen we best tevreden zijn. Maar uiteraard kunnen we niet helemaal tevreden zijn. Omdat voor wat betreft het aspect ondernemerschap, hebben we in de afgelopen maanden toch heel veel kunnen doen. Maar voor wat betreft werkgelegenheid, daar vinden we zelf dat we toch wel wat meer moeten doen in dit komend jaar. Wat zijn de toekomstplannen? Wat zal dit jaar gaan gebeuren? Dit jaar willen we een grotere nadruk leggen op werkgelegenheid. Zoals eerder gezegd is dat nog niet volledig tot z'n recht gekomen in het afgelopen jaar. Dus we willen toch wel wat informatiesessies doen met het bedrijfsleven om ze bewust te maken van het feit dat personen met een beperking een heel goede werknemer kunnen zijn. Er zijn al een aantal goede voorbeelden daarvan, van bedrijven, organisaties die personen met een beperking in dienst hebben. Maar willen we aan het aanbod voldoen, dan moeten we toch wel meer werkgelegenheid creëren voor de doelgroep. Dus daarop willen we focussen dit jaar. En zoals eerder gezegd willen we ook voortgaan met het micro-ondernemerschapproject. U heeft gekeken naar Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag. Goedendag.